Vrouwen vinden het veel sneller koud op de werkvloer dan mannen en bedrijven zouden kunnen besparen op de rekening van de airconditioning als ze meer rekening houden met de temperatuurwensen van vrouwen. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Universiteit van Maastricht. Vrouwen hebben een veel lagere stofwisseling dan mannen en dat betekent dat ook hun warmteproductie 20 tot 35 procent lager ligt dan die van hun mannelijke collega's en dat heeft natuurlijk gevolgen op de werkvloer. Ben jij zo iemand die het altijd warm of koud heeft? Ik heb het altijd koud. Dus de verwarming even lekker omhoog? Precies, de airco staat bij mij niet aan. De een heeft het warm, de ander heeft het koud. En jij? Ik heb het meestal warm. Als zij de airco aan willen hebben, dan zeg ik: mag die uit en andersom. En wie wint er? Meestal hun. Ja, en dat omhoog, omlaag, omhoog met die thermostaat is natuurlijk niet echt comfortabel. Het wordt wel steeds makkelijker om zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen, merken specialisten in klimaatbeheersing. Wat er vroeger gebeurde is dat er kantoren in zijn geheel op één temperatuur werden gezet. Uh, tegenwoordig worden per ruimte kantoren ingesteld, dus per ruimte een temperatuur instelbaar. En er wordt ook wel geëxperimenteerd met instelbare temperatuur per bureau. Maar dat is wel uh, toekomstmuziek, uh, maar dat gaat wel komen.